Hallo, wat bent u aan het doen? Ik zag de oproep op de local krant op Facebook en ik dacht, nou, daar ga ik gewoon aan meedoen. Iedereen zit nu de meeste tijd van de dag toch binnen. Dus ik ga laten zien wat mij dan bezighoudt. Ik heb een aantal tijdschriften opgezocht. Misschien hebben jullie er thuis wat. Het kan ook gewoon deze die bij iedere supermarkt ligt. En aan de hand daarvan maak ik een kaart. Kost niks, het is recycle, dus we zijn hartstikke goed bezig. Het enige wat je nodig hebt is bij wijze van een stuk karton uit een oude doos, een tekenblaadje wat je in een kaart knipt van 10 bij 15 of een wat groter stukje. Ik heb hier al een aantal kaarten waar ik de ondergrond al heb opgeplakt en dan ga ik straks met de letters uit de tijdschriften daar een kaart van maken, dus dat ga ik jullie laten zien. Ik heb gekozen voor deze en ik kijk meestal naar, hey, wat spreekt mij aan? En ik zag hier op de voorkant al staan, makkelijk met minder vlees. Toen dacht ik, nou ja, we zijn nu op zoek naar wat gaat er makkelijk en we kunnen ook best een beetje minder doen in plaats van de karren volladen. Dus hier ga ik een kaartje van maken. Tot zo! Nou, hier kan je zien dat ik al wat blaadjes eruit gescheurd heb. Ik zag wat woorden staan waarvan ik dacht, oh, die zijn wel leuk of worden we vrolijk van. Dus die ga ik nu uitknippen en dan bij elkaar verzamelen. Plak het op en wat er buiten uitsteekt, knip ik er weer af. Nou, het ziet er zo al heel leuk uit, toch? We hebben nu een time-out. Onze vragen zijn wat, waar en wanneer in deze tijd. Wist je dat? Kijk over de grens. We houden het goed schoon natuurlijk. Want daardoor worden we happy, kunnen we genieten en wordt het tijd voor een feestje. Dit is natuurlijk maar gewoon op een hele simpele manier. Maar wanneer je er wat meer tijd en aandacht aan besteedt, dan kan je hele verhalen knippen. Zonder zelfs woorden te schrijven en gooi het bij iemand in de bus waarvan je denkt die krijgt geen bezoek en mag wel wat extra aandacht gebruiken. Het kost niks, je hebt wat te doen en je maakt iemand blij. Tot de volgende keer misschien.